Dit is een van de grootste baobabs in Senegal. Rondom is hij 32 meter. Mohammed bezoekt de boom vandaag met zijn moeder en zus. En dat doet hij niet alleen van buiten. Je kan ook binnenin een kijkje nemen. In ieder geval, on voit il y a des chauves-souris. Il y a quelques entrées, on dirait des fenêtres. En tout cas, c'est tout noir. Mais ça va. Mais j'ai pas envie d'araignée encore, ça va. En tout cas, je sais que c'est très vieux aussi. Tu sais quel âge il a, cet âge? Je crois qu'il avait 850 ans. En in het verleden werd deze baobab op veel verschillende manieren gebruikt. C'était pour les animistes, je pense qu'ils priaient ici. Après, quand ils décédaient, on les enterrait dans le baobab. De baobab wordt ook wel apenbroodboom genoemd, omdat apen de vruchten die aan de boom groeien heel lekker vinden. Maar ook mensen kunnen ze eten. In Senegal wordt van het fruit bijvoorbeeld een populair sapje gemaakt, boei. Dat begraven, dat gebeurt nu niet meer. Maar nog altijd zijn baobabs in het land een nationaal symbool. Soms is de baobab een ontmoetingsplaats, zoals bij deze hier in de hoofdstad Dakar. Daar komen buurtgenoten bij elkaar om koffie te drinken en bij te kletsen. Maar hoe geliefd de baobab ook is, hij is ook in gevaar. De grootste bedreiging van de baobab in Senegal, dat is simpelweg de bouw. Vooral aan de kust van Senegal wordt ontzettend veel gebouwd en daardoor verdwijnen er veel baobabs. Ook hier, buiten de hoofdstad, maken baobabs steeds vaker plaats voor gebouwen of fabrieken. C'est évidemment le dernier relique. De la forêt légendaire de Baobab de Ngekhog, qui était spectaculaire auparavant, mais maintenant elle a été fragmentée et voilà ce qui en reste. En er speelt nog meer volgens deze bioloog. Ici c'est la gangrène qui commence à s'installer là. Lorsqu'on coupe, on coupe, on coupe comme ça, après plusieurs années, évidemment, la gangrène s'installe de manière définitive et ça, ça va conduire de manière irrémédiable à la mort de la plante. De blaadjes van de baobabs worden vaak gekapt, zodat vee ervan kan eten. Maar dat gebeurt nu zo vaak dat de boom daardoor te weinig energie krijgt om zichzelf te voeden. Daardoor wordt de boom ziek en sterft hij af. C'est des branches comme ça, avec des taches noires, et ça, ça montre le début de la gangrène. Ça me fait de la peine, c'est comme si je parle au désert. Les autorités, moi je pense que les autorités ne suivent pas comme ils devraient le faire. Voor de protection van het symbool nationaal. Deskundigen zeggen dat de helft van de baobabs in Senegal al zijn verdwenen. Maar de allermooiste exemplaren blijven hopelijk nog heel lang staan.